Welkom terug in Content Veen seizoen 3. We staan hier vandaag op het fort die wij in de vorige aflevering gebouwd hebben. Althans, het is niet meer dan een toren op het moment. Ik dacht ik begin lekker op die toren die ik heb gebouwd. Die hebben we uiteindelijk aan de kurkpiraat genaamd Rick gegeven. Ja, we noemen hem een kurkpiraat. Want zijn been is letterlijk een kurk. Maar terwijl wij hier boven op de toren stonden, jongens, zijn er een aantal dingen die mij opvallen in Piratenland vandaag. Het eerste is het DB1-gebouw heeft in één keer een vliegende helikopter. Niet helemaal de bedoeling dit. Dus dat is niet heel chill, dat daar ineens een helikopter vliegt. En wat al helemaal niet chill is, is dat er in één keer gewoon volgens mij een soort dobbers of mijnen in het watermijnen. Van die dingen als je er tegenaan knalt dat je ontploft. Dus laten wij maar even op de boom hier springen. En dan eigenlijk ook weer hier naar beneden zo, hoppakee. En hier naar beneden. En dan eventjes kijken wat er aan de hand is hier. Waarom? En een camera. Volgens mij zat hier ook nog niet eerder de camera. De DBE jongens, ze waren een tijdje til, maar ze slaan weer toe. Volgens mij hebben ze gereageerd op het feit dat ik hun winkel heb gesloten. Oh, wat is dit? Oh, het is gebeurd jongens. De liefde. Ze was er de hele tijd aan het wachten op de liefde van de leven. En hij is hier nu. Kijk nou. De liefde van de leven is er met een roosje. Of een tulpje. Oh, wat een liefdesverhaaltje. Wil jij Annabella met me trouwen? Nee. Kapitein Knal, heb ik post? Nee, ik heb alleen wat hoofden in mijn brievenbus zitten, maar ik heb hier niks. Wat is dit? Waarom heb ik in één keer overal van die dobbers? En mijn ladder is gesloopt, dus ik kom mijn schip niet meer op. Oh, we kunnen altijd nog onderlangs. We kunnen altijd nog... Oh, dat is ook gedicht. En dan staat Joris was hier. Dit is ook gedicht, jongens. Ik kom mijn schip niet meer op. Ik ben buiten gesloten. Mijn schip is gestolen. Muiterij. Ik ben beroofd. Mijn schip is gestolen van me. Dit heeft 100% de DBE gedaan. Ze hebben allemaal van die watermijnen hebben ze in het water gestopt. Kapitein Snavel. Weet jij hiervan? Waarom zit jij op zo'n dobber? Ik heb het gevoel als je er tegenaan of in de buurt komt van jongens dat zo'n ding ontploft. Dus laten we maar niet te dicht in de buurt komen van die dobbers daar. Hey, jij zou een oogje op het zaal houden, hè? Jij zou even kijken als er iemand komt dat je kanonskogels op ze zou schieten. Oh, het spijt me enorm. Laten we even naar het DBE kleine outpost gebouwd. Daar hangt ook weer de camera. De DBE is nu echt te ver gegaan, jongens. We hadden vrede, dacht ik, soort van. Ik had wel hun gebouw gesloten. Maar het feit dat er nu camera's hangen weer. Watermijnen, zodat mijn boot niet weg kan. En mijn boot is letterlijk gewoon gestolen. Laten we even snel die kant op gaan. Deze camera is ook nieuw. Dit kan niet, hoor. Dit is echt gewoon over de grens. Dit is over de grens gaan, jongens. Laten we even kijken bij het DBE-gebouw hier. Althans, de kleine, de outpost. Hij is wel nog gesloten. Hij is nog gesloten. Dus ze hebben het nog niet weggehaald. Het feit dat ik hun gebouw heb gesloten. Hé, hey. Oh, wat is hier gaande? Oh, jongens. Die is verbaasd dat hij gesloten is. En deze is aan het huilen dat hij gesloten is. En die is nog onderweg daar. Ik heb geen idee wat er gaat gebeuren. Oh, oké. Okay. Er is wel reactie op gedaan op het feit dat hij gesloten is. Misschien kan ik wel eventjes snel langs de DBE. En dan bedoel ik het officiële gebouw natuurlijk. Goed, we zijn aangekomen bij de DBE. Ik ben hier al een tijdje niet meer geweest. Ik denk echt wel een paar afleveringen niet meer. En ik zie die helikopter en ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Ik weet oprecht niet wat ik ervan moet vinden. Ik weet niet of ze thuis zijn, dus ik heb voor de zekerheid een boek en quill meegenomen. Hallo? Verboden toegang staat er nog steeds. Is er iemand thuis? Ik ga er gewoon overheen. Meestal ben ik altijd wel welkom hier bij de DBE. Hallo? Medewerker van de maand genaamd Ronald. Is er een plekje voor me vrij? Heb jij antwoorden voor mij? Volgens mij zei hij nee. Volgens mij is er niemand thuis op het moment. Laten we maar in de brievenbus hier een boekje achterlaten. Beste DBE. Uitroepteken. Jullie hebben mijn piratenschip in beslag genomen. Dit zal niet zonder consequenties gaan. Ik verwacht mijn piratenschip terug binnen 5 dagen met gloednieuwe zeilen en een schoon dek. Doen jullie dit niet, dan zal Piratenland officieel al zijn kanonskogels uit de kast trekken en deze afvuren op de DBE. Genade zal niet worden getoond. Groet, kapitein Knal. Nou, weet je wat de sign hem ook nog is? 5 dagen noemen we hem. 5 dagen, hoppakee. En dan stoppen we hem in de brievenbus van de DBE. Ze hebben 5 dagen de tijd om de mijnen weg te halen, mijn schip terug te geven. Anders zullen alle kanonskogels hun kant op komen. We hebben nu piraat Justin en we hebben piraat Kurk, oftewel piraat Rick. Ik ben een fort aan het bouwen voor onze Kurk-piraat. Justin die loopt ergens waarschijnlijk ook nog rond in Piratenland. Mijn piraten staan klaar voor wanneer het nodig is. Goed, 5 dagen de tijd. We zijn terug aangekomen in Piratenland, jongens. Ik moet me ook een beetje voorbereiden hierop. En dat betekent dat dit fort ook afgebouwd moet worden. Rick die had een lijstje voor dingen die hij in het fort wilde hebben. Dus bij deze een lijstje. Een uitzichtpunt.
Een mini-bibliotheek. Een natuurzwembad met chloorwater. Een poeltafel. Een begraafplaats. Een cel. En tot slot een kluis. Hij wilde zulke aparte dingen wilde die allemaal hebben in dit fort hier waar hij wilt wonen. Dus ik ga beginnen door dit rondje hier, het eerste half, of het eerste cirkeltje hier af te bouwen. Deze cirkel wacht ik nog even mee. Deze toren hier denk ik ook. Ik ga in ieder geval deze cirkel hier bouwen. De spulletjes staan daar allemaal al klaar netjes natuurlijk. We bereiden wel alles voor, hè, jongens. Dat weten jullie. We hebben allemaal spulletjes klaar staan. En dan in de toren gaan we ook even een inrichting doen en zo. En dan kunnen we wel hooguit de helft van het lijstje kunnen we afvinken. Dus laten we beginnen met de prachtige timelapse. Over het fort van Piraat Kirk. Jongens, we keren terug naar een prachtige timelapse. En het eerste gedeelte van het fort is klaar. Ik heb van alles en nog wat gedaan. Jullie hebben het gezien natuurlijk in de timelapse. Maar voordat ik dat aan jullie wil gaan laten zien, wil ik eigenlijk de Kirk-piraat erbij halen. En gelijk alles aan hem laten zien wat er daadwerkelijk gedaan is. En tegelijkertijd kunnen jullie het dan ook mooi zien, want het is uiteindelijk zijn kasteel. En ik heb hem al eerder rond zien lopen hier vandaag, terwijl ik aan het bouwen... Oh, daar heb je hem al. Kijk, daar heb je hem. Hij zit in de bibliotheek. Rick! Hallo, hoor je me? Ah, hoor me waarschijnlijk. Hij zit in de bibliotheek, jongens. Hij zei al dat hij een bibliotheek wilde, maar hij noemde de boeken uit deze bibliotheek noemde hij saai. Dus ik ben benieuwd waarom hij nou hier is. Hallo? Rick? Hallo? Hallo? Wakker worden. Hé, hey, joh. Hey. Zit je weer te pitten? Ja, ik dit is echt verschrikkelijke boeken. Ik haat... Dit is gewoon wat niet top. Lees je? Wat lees je? Belangrijk bericht. Belangrijk bericht. Ja, deze bibliotheek is ook een beetje mijn archief, hè? Ja, het WNF. Dat maakt mij dat wat uit. Ah, ja, maar ik heb een eigen bibliotheek voor jou gemaakt. Ik weet dat je deze bibliotheek hier een beetje saai vindt en zo. Het voordeel is, je hebt hier wel een groot kantoor waar je lekker kan zitten als je wilt. Ja, dat wel. Ja, dat is voor mij nou ook, toch? Ja, ja, ik heb die van jou heb ik ook kantoor gegeven. Ja. Laten we gelijk die kant op gaan. Kom. Top. We gaan gelijk die kant op. Ik heb het eerste gedeelte afgemaakt van jouw nieuwe fort. De Kirk fort natuurlijk, voor Piraat Kirk. Hoe is het met je Kirkfoot? Ja, een beetje stroef, maar op zich gaat... Ja, ik kan nog lopen, dus dat is goed. Als ik ooit een flesje wijn heb of zo, dan kan ik jou wat tevoorschijn halen. Dan stop ik mijn voet erin. En dan als je weer een slokje wil, moet je maar zeggen. Okay, althans, ik heb het fort een beetje beter kunnen maken voor je. Hij is nog niet af. Nogmaals, ik heb zeg maar het eerste gedeelte gedaan. Je had 7 dingen die jij graag wilde. 7 dingen wilde jij hebben? Volgens mij wel. Dat was een uitzichtpunt. Jij wilde een mini-bibliotheek, een chloorzwembad, maar dan een natuurzwembad met chloor, niet met zoutwater of zo natuurlijk. Ja, nee, dat durf ik niet in te zwemmen. Het moest echt chloor zijn. Ja, het moest wel met chloor. Oké. Poeltafel, begraafplaats, kluis en een cel. Dat zijn 7 dingen en ik heb er 4 van al kunnen maken. Waarom dus laten wij beginnen. Ja, omdat het is nog niet af het fort. Maar het eerste gedeelte is af. Kijk, dat kan ik wel laten zien. We gaan er nog niet in. Oké. Als je hierheen loopt, zo. Ja. Hierheen. Ja, als je mij volgt, kijk, dan gaan we hierheen. Dan kan je zien dat hij er zo uitziet nu, het eerste gedeelte. Oh. Ah, het ziet er wel leuk uit, hè? Ja, dit is mooi. Ja, het ziet er goed uit. Maar, zoals je hier ziet, deze toren hier moet nog gemaakt worden. En, als we even doorlopen, niet naar binnen kijken, dan kan je hier zien dat dit gedeelte ook nog niet af is hierachter, zie je? Oh ja, 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 ja. En dit wordt het binnengedeelte. Je hebt nu een soort van buiten-binnengedeelte. Maar laten we dan hier naar binnen gaan, zo. Kijk. Ja, ja, ja. Dan heb je hier eerst, kom je binnen, heb je nog een beetje natuur om je heen en zo. Het is natuurlijk gewoon een binnentuintje en zo. De poeltafel. En hier begint dan het fort. De poeltafel, inderdaad. Oh. Dat is een van de dingen die je graag wilde. Met 2 sticks kunnen we samen spelen. Ik heb hier ruimte gelaten voor de ballen. Die moeten nog even geplaatst worden, maar hier kan je ballen kwijt. Ja, ja. Oh, mooi. Ja, dit is mooi, hè? We kunnen allebei spelen. Dan hier een cel. Een cel? Dus er zit iemand ook in de cel en dan zien ze ons lekker poelen. Ja, dat is het mooie. Dat is een beetje, zeg maar, dat contrast ervan, weet je. Ja, dat jij zeg maar plezier hebt en degene die in je cel hebt gestopt, die is daar gewoon een beetje aan het rotten en zo, weet je. Ja, dit is mooi.
Ja, dat is leuk, hè? Kijk, dan heb je een beetje opslag. Dan kan je nog wat dingen kwijt en zo. Ja. Goed, het is wel een buitenplaatsje. Kijk, hier komt dus nog een tweede verdieping op. Dus dit wordt nog hoger. Vandaar dat dit nog niet af is, deze muur. Die moet je een beetje negeren. Maar als we hier omhoog gaan. Dit stond niet op je lijstje, maar ik dacht, weet je, je moet wel een beetje bescherming hebben en zo. Hier heb je wat opslag en dan kanonnen. Deze wordt zelfs al afgevuurd. Dus dan kan je ook de berg schieten en zo. Oh, er zit ook al een gat daar, joh. Ja, daarom. Dit is mooi, hè? Dit je is hebt gewoon. Ja, ik heb geoefend. Ik heb hem al getest. Deze is nog onderweg. Het zijn hele trage kanonskogels. Daar moet je niet letten. Met 3 tot 6 werkdagen is die op zijn bestemming. Ja, juist. Dan kijk hier. Dit is zeg maar opslag voor je kanonskogels. Die kan je dan later hier inladen. Zo, hoppakee. En dan kan je ze afvuren. Ja. Hier, dat zeg ik. Dit wordt nog gemaakt, dit gedeelte. Dat moet nog allemaal komen. Maar goed, dat zijn pas 2 van jouw 4 dingen die ik al gemaakt heb, natuurlijk. Ja, de poeltafel en de cel. De pooltafel en dat gaan we nu naar, vind ik, het leukste plekje. Ik denk dat je hier wel het meest blij mee gaat zijn. Ja. Als we hier doorheen lopen, kan je lekker chillen en zo. Dan heb je hier het trappenhuis. En als we dan omhoog lopen in het trappenhuis, komen we hier uit op jouw uitzichtplekje met een parasolletje. Oh, een lekker. Eigen stoeltje met een drankje erbij en een bordje met wat lekker eten. Kijk wat een uitzicht hier. Dit is heerlijk. Oh, kijk het uitzicht ook. Ja, dat is goed uitzicht, hè? Dit is gaaf, hoor. Ja, Ik zeg maar, ik heb het beste plekje voor je gekozen. Je kan letterlijk alles wat er tot nu toe in Piratenland te zien is, kan je zien. De waterval, de schepen, de schiereilanden, kapitein Bruinbaard, zijn ding. In de verte zelfs kapitein Bruinbaard, alleen die is net te ver om te zien. Ja. De bibliotheek, het hotel, de stallen kan je zien. Het oude ruïne, het schede, je kan letterlijk alles zien. De grote palmboom, alles wat je wil. Alles kan je zien op dit punt. Ja, dit en is top. Nogmaals een kanon waar je op dezelfde beek gaat. Juist. Die berg moet helemaal kapot geschoten worden. Ja, ik zie het. Gewoon af en toe even kanonskogeltje vuren. Ik heb hier alleen niet echt opslag geplaatst, dus je moet ze wel helemaal vandaar hier naartoe tillen. Maar dat is geen probleem, toch? Nee, joh, daar heb ik wel mensen voor. Lukt wel met die kurkvoet van je. Oké, gaan we dan weer naar beneden? Dan heb je in ieder geval dit mooi. Dit is zeg maar dit kasteelgedeelte. Of fortgedeelte, niet het kasteel natuurlijk. Nee, fort. Dus we binnenkort even een potje poelen, Ian? Ja, nee, zeker. Vind ik een goed idee. Ja, dat is een goeie, hè? Oké, dan gaan we hierheen. Want jij wilde natuurlijk ook een mini-bibliotheek. Ja. En dat is dan nummer 4 die ik gemaakt heb. Is alvast jouw mini-bibliotheek hier. Hij is kleiner. Jij zei bewust mini, dus hij is ook echt best wel mini. Het is niet zo groot als natuurlijk die daar. Het is gewoon echt een mini-bibliotheek. Oh, maar wel met een kantoortje inderdaad. Ja, met een kantoortje erbij. Je kan een plekje, kan je zitten hier en zo. Je kan je eigen boeken kan je nog toevoegen waar je wilt. Ja. Maar het is niet veel groter dan dit. Jij wilde een mini-bibliotheek, dus je hebt een mini-bibliotheek gekregen. Ja, maar dit is top. Dit is gewoon een goed formaat. Dit is niet klein, het is niet extreem mini, maar het is gewoon mini. Hoezo is deze beter dan gewoon de iets grotere bibliotheek die we daar hebben? Want hier de beste selectie van boeken liggen. Ja, maar er zitten nog geen. Er zitten alleen boekenkassen, maar de custom boekenkassen hier, die zijn leeg. Er zitten nog geen boeken in. Maar dat komt nog. Ah, dat komt nog. Ja. Je gaat boeken over hoe je als je voet hebt verloren en hoe de keuken is. Er gaan boeken komen van mijn verleden als piraat zijn. Dat gaat zeker komen. Oké, nou, dat was het. Dat is jouw prachtige fort tot nu toe. Ja, ik moet er wel nog verder bouwen, maar ik dacht, ik doe het in stapjes, weet je. Dan kan je ook een beetje wennen en zo. Is het dek trouwens nog schoon van alle schepen? Ja, alle dekken zijn schoon. Kijk, top. Dan kan je nu vast zo meteen beginnen met de paarden voeren en ook even poetsen en zo. En dan misschien even de hoefijzers vervangen en zo. Dat is wel een goede taak. Paarden poetsen. Ja, de paarden moeten gepoetst worden. Oké. Maar voordat je dat gaat doen, we hebben een klein probleem. Ja. De DBE heeft weer toegeslagen. Hoe noem je dat? Toegeslagen. Wie? De DBE, de boselfjes. Dat zijn dat is de aardvijanden van de piraten, zijn dat. De boselfjes. Je hebt ruzie met elfen. Ja, met elfjes. Kijk, dat grote duistere gebouw daar met die helikopter, dat is van de boselfjes. Oh ja. Maar ons prachtige schip, de smalle knaller, is gestolen. Er zitten allemaal boeien omheen. Ik weet niet of het normale bommenboeien zijn of dat ook bomboeien zijn. Maar hij is helemaal gestolen. Wow. Er zitten, zo te zien, zitten er ook nieuwe mensen op van de DBE. Met clownsmaskers en zo. Dat heb ik nog niet eens eerder gezien. Die lijken wel een beetje op jou. Oh, ik zie die. Lijkt op mij. Ja, clowntjes. Oh mijn god, kijk hier de camera. Maar dat heb ik nog niet eerder gezien. Dat zie ik nu ook pas dat er allemaal mensen op zitten. Ze zijn zelfs aan het vechten daar. Ze zijn aan het vechten bij het stuur. Kijk nou. Ja, ik zie het. Oh mijn god, en camera's erop. Ze zijn een groot gevecht aan het houden op het schip. Ze hebben het schip helemaal overgenomen. Ja, maar dat is niet... En een lama. Er staat ook een lama, ja. Er staat een lama, inderdaad. Die maar ene zit nog gewoon uit te lachen daar. Zie je dat? Ja, ik... Waar? Daar? Naast die duivel... Oh ja, die zit hem uit te lachen, inderdaad. En daar die duivel... Oh, en kijk hier. Dus eindelijk is degene die zeg maar voor levenslang liefde aan het wachten. Dus hij heeft eindelijk een vriend gekregen. Oh. Maar het ding is, we kunnen het schip ook niet in of op. Er hangen overal camera's. Er zitten mensen op het schip die ik niet ken. Het is helemaal afgesloten. Ik kom mijn schip niet meer op. Nee, dat is wel een ding. Ja. Ja, dus ik heb al gelijk een dreigbrief aan ze gegeven. Dat als ze het binnen 5 dagen niet oplossen, dat ik al mijn kanonskogels op ze af zou vuren. En dat ik een andere piraat erbij had. Dat houdt dus jou en Justin in. Oké, ja.
Oké. Dus daar moet je wel even klaar voor zijn. Maar daarvoor dat moeten eerst de paarden even gepoetst worden. Ja. De hoefijzers moeten vervangen worden. En verzamel alle kanonskogels die we hebben. Oké, dat komt goed. Ja. Nog één vraag. Zit er een paardwasje in de buurt of dat niet? Een paardwas? Ja, dan moet je even kijken. Volgens mij zit er in het Wilde Westen wel een paardwas. Oké. Dan kan je daar dus zijn. Ik heb geen zin om ze met de hand te wassen namelijk. Nee, dat snap ik. Dat wordt je keuken ook weer nat. Zo, dat wil je niet hebben. Ja, nee, dat gaat helemaal uitzwellen en zo, weet je. Ja, dat is helemaal vies inderdaad. Helemaal maar ik had dit nog niet eerder gezien. Dat er gewoon echt een gevecht gaande is daar. De stuurvrouw wordt overgenomen. Mensen, het is niet te geloven wat hier allemaal gebeurt. Er is van alles gaande hier op het schip. Ja, we moeten hier wat tegen doen, Rick. Ja, wat tegen doen. Dit kan zeker niet. Ik ben benieuwd wat de reactie gaat zijn van de DBE. Maar dit kan niet. Gewoon nee. het schip gewoon wat Piratenland representeert is gestolen. Ja, het is gewoon overgenomen. Ja, maar ik vind niet dat dat kan. Nee, ik vind ook niet dat dit kan. Weet je wat? Ik heb een goed idee. Nou? Ik laat een van mijn hulpjes, ik heb een paar hulpjes ingeschakeld, laat ik lekker die paarden poetsen. Dan ga ik vanaf mijn uitzichttoren ga ik wel even nadenken hoe we dit kunnen doen. Ah, ja, dan kan je misschien dat je nog even wat kan leren in je nieuwe bibliotheek en zo. Ja, weet je? Ja, ik ga even wat research doen over, over die boselfjes, want ik ken ze niet. Ja, boselfjes. Je kan ook altijd naar ze toe gaan. Ze hebben de DBE daar, het grote DBE gebouwd. En hebben ze ook nog hun eigen basis tegenover Japan. Japan? Ja, Japan. Weet je, Japan, dat is aan de andere kant van de wereld, joh. Nee, ga even in je bibliotheek jezelf even bijleren. Want jij kent nog niet zoveel over het continent van Kondigd zijn, hoor. Je bent een piraat, maar je hebt nog niet ver gereisd. Nee. Weet je, ga jij even je bibliotheek en leer even alles wat er te leren valt over het continent van Kondigd Veen. En dan komen we later terug. Maar voordat je gaat leren, ga eerst de paard poetsen. Ik zorg dat dat gedaan wordt. Ja, nee, dat moet jij doen. Oké. Nou, weet je, dan spreken we snel, oké? Ja, is goed. Hoi, succes Danny. Met de paarden poetsen. Dankjewel. Joujou. Goed, Rick is bezig met de paarden, jongens. Ik ben erg tevreden met het resultaat van het eerste gedeelte van het fort. We hoeven alleen nu nog maar hier een soort van twee verdiepingen fort op te bouwen. En dan is hij af. En dat gaat er letterlijk een beetje zoals dit uitziet. Alleen dan twee keer zo hoog. En dan is dat zeg maar, heeft hij ook wat verschillende lagen. En dat ziet er gewoon een beetje leuk uit. Misschien dat er ook een mooi dak op komt dan. Maar dat is iets wat we de volgende keer kunnen doen. Ik moet ook namelijk nog steeds een keertje mijn schip daar afbouwen. Maar de schepen zijn op dit moment een beetje gevaarlijk. Want ze worden blijkbaar overgenomen door de DBE. Misschien kunnen we vanaf hierboven even kijken wat er nou precies allemaal gaande is op mijn schip. Maar het wordt letterlijk door andere piraten overgenomen. Of door boselfjes of zo. Hier, je kan het zien. Als ze hier bovenop staan, kijk wat er allemaal gaande is daar. Ze hebben allemaal stokken in hun handen. Alle piraten die ik op mijn schip heb, die worden aangevallen. Zelfs kapitein Snavel is van het schip afgestuurd. Jongens, jullie moeten me echt helpen in de reacties. Laat even dingen weten. Wat is, stel, de DBE reageert niet op mijn 5 dagen plan. Wat moet ik dan gaan doen? Want ik wil ze wel aanvallen, maar hoe moet ik dat gaan doen? Ik bedoel, de DBE is best wel angstaanjagend af en toe. In ieder geval, voor nu, dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet zeker ook even niet te abonneren. Vond je het nou zo'n leuke video? Kijk dan even lekker deze video. Dit is namelijk het vorige Kondigd Veen deel. Heb je die nog niet gezien? Dan moet je hem zeker even kijken. Dan ben je weer helemaal up-to-date over alles wat er gaande is. En dan nu spreken we later. Glaasje water, telt, vlees, wie tot de volgende keer.